goedenavond. Dat PSV kampioen wordt, dat is wel zeker. Maar is het ook reden om al over 2 uur dat daadwerkelijk te kunnen vieren? Dat hangt natuurlijk af van de eigen prestatie, maar ook van tegenstander Heerenveen. Dat snode plannen heeft. Redelijk vrij uit kan spelen. De spanning zit bij PSV. Het heilige moeten. Maar de wil, de grote wil is er ook. Dat proef je aan alles, dat merk je aan alles. Allemaal gefocust op het vanavond hier af te maken. In een mooie wedstrijd. En in ieder geval in een ambiance die niet omliegt. En dan kunnen we natuurlijk het mooie bruggetje maken, vuurwerk vooraf. Is dat een voorteken voor ook mooie spetterende zaken op het veld? Het zijn er wel 2 teams voor die daartoe in staat zijn om er een mooie pot voetbal van te maken. Veel zal afhangen aan de kant van PSV hoe snel de spanning uit de benen is gevoetbald. Alles gedaan, Cocu en de zijne. Kan nu vooralsnog gaan zitten. En afwachten of zijn mannen vandaag er een mooie punt op kunnen zetten. En natuurlijk heeft Heerenveen hele andere plannen hier. Terwijl de spelers elkaar begroet hebben en nu ook PSV de arbitrale trio begroet. Onder leiding van Serra Geuzebuur veel over gezegd. Het is unaniem besloten dat hij hier vandaag fluit. En dat lijkt me een goed besluit. Geuzebuur geassisteerd door Siebert en Van Zuylen. Kost gedaan. Had een klein beetje mis nu door het afgestoken vuurwerk. Maar verder zijn de omstandigheden prachtig. Ideaal. Lekker temperatuurtje. En zo op het oog goed bespeelbare grasmat. Is in het verleden wel eens wat glad gebleken, maar voor zover we dat nu kunnen bekijken. Ziet het er in ieder geval prachtig uit. De 22e titel kan worden binnengehaald. Dan dient er wel gewonnen te worden van Heerenveen. En anders moet er worden gewacht bij elk ander resultaat op wat Ajax morgen doet tegen NAC. Enfin, u kent alle voorbehoudens en mitsen en maren. Bij PSV willen ze daar niet van weten. Ze hebben het dan ook in eigen hand. Heerenveen begint aan de wedstrijd met Oet en Van den Berg en de Roon. En de jonge Saint-Just is een van de 2 centrale verdedigers. En Guardado is de man die de eerste vrije trap van de wedstrijd mag nemen. Paas van de Roon. Die komt niet bij Oet terecht. Het zal u niet verbazen dat de atmosfeer, de sfeer hier ongelooflijk mooi is. Het stadion viert het feest nu al. Maar er zal voor gevoetbal moeten worden en zo hoort het ook. Rikkiek. Wel op de huid gezeten door Van den Berg. En dan maakt de Roon een overtreding ten opzichte van Willems. Willems bal breed naar Bruma. Zelfs terug, maar goed. Dat was wel verstandig. Zo zijn de statistieken. Ook hier het getal 22. En PSV ruim in het voordeel wat betreft de onderlinge ontmoetingen hier. Zegt allemaal niets natuurlijk. Vandaag is alles anders. Slagveer wilde ingooien, maar het mag
PSV doen. Goed de bal laten lopen door Wijnaldum. Maar die wordt op zijn beurt van die bal gelopen door Tern. Noordveld. Daar was wat om te doen. Last van de rug. Maar fit genoeg om te spelen van Arnold. Mag ver komen. Dat is een aardig paasje weer richting van Arnold. Maar die kan geen kracht geven aan de voorzet. Maar daar kwam Heerenveen een aardig eindje in die kant. In combinatie met Larsson. Zoet min of meer gedwongen om het zo te doen. Had Oet daar vlak bij zich. Guardado. Bruma blesseert zich een beetje, maar stuurt ook Dassing weg. En voor het doel is De Jong en is ook De Paai. Daar is De Jong en het is 1-0 voor PSV. Dit is de start waar ze op hoopten. Het is mooi diagonaal binnengekopt door Luc De Jong. En het feest kan al vroeg beginnen. Een tikkie voorbarig misschien, maar het is een droomstart. Hij blijft er rustig onder, maar zijn hart zal juichen van Cocu. Hoe voetbal je het best de zenuwen uit het lijf? Zo, hier, let op de ferme ingreep van Bruma. Die niet aarzelt en door de kluts komt de bal. Misschien een beetje bij toeval bij Narsing terecht. Die heeft heel veel vrijheid en dus tijd om deze mooie voorzet te geven. Diagonaal ingekopt door De Jong. Die ook al helemaal vrij is. Organisatie compleet weg daar bij Heerenveen. En dus is er alle reden voor Cocu. En met hem het hele stadion om juichend op te springen. Het ene seizoenseinde is het andere niet. Vooral voor Luc De Jong geldt dat. Op zijn tandvlees bij Newcastle. En nu een van de helden. Zo snel kan het gaan. Een klap voor Heerenveen. En een ferme opsteker voor PSV. Vlag is omhoog. En als Larsson dan vervolgens de bal beroert, dan geldt het buitenspel van Oet. Ja, er ging daar van alles mis achterin bij Heerenveen. Niemand stond op de juiste positie en dat had toch alles te maken met die ferme ingreep van Bruma. De Jong wint. Maher en het is bijna 2-0. Memphis Depay. Raakt de bal blijkbaar als laatste, dus wordt het een doeltrap. Maar dan was het al bijna helemaal gedaan. Goeie paas van Maher. En Depay die ook uitstekend voor zijn man komt. En dan claimt dat hij niet de laatste is die de bal raakt. Overtredingje van Van den Berg. Brunet. Zoet. Guardado kwam daar behoorlijk wild ingegleden. Wordt alsnog bestraft.
Van Van der Roon. En iedereen ziet de bal, of liet dat bewust toe, de bal aan zich voorbij gaan. Dus wordt het een ingooi voor PSV. Ter hoogte van de cornervlag. Nog een keer. De mooie goal. In alle vrijheid voorbereid en in alle vrijheid afgemaakt. Dat is allemaal waar, maar het is toch fraai hoor. Mooi kruislinks binnen. En zo is de ontlading ook groot. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Logisch. Het heeft lang geduurd voor PSV. Te lang voor zo'n grote club. Van Anolt bleef daar overeind. Nordveld. De Roon. Guardado. Van den Berg wordt er opgejaagd. Iedereen bij Heerenveen. Geen enkele speler wordt met rust gelaten. Zo ook aan de rechterkant. Marso niet. Die daardoor de bal niet bij een medespeler kreeg. De Jong even met het hoofd, maar de paaier was daar vlakbij. Van Anolt. Ook Nordveld krijgt nu geen tijd. Omdat de Jong doorloopt, dus moet hij dit doen. Van den Berg. In botsing met Rekiek. En beide hebben daar last van. Maar het spel gaat intussen verder. Goed werk van de Roon. Larsson wijst, maar hij krijgt de bal niet. Willems. Snel gespeeld op de Jong. En daar is Wijnaldum er sneller bij dan Van Anolt. En dus heeft Narsing weer ruimte en speelt hij makkelijk de Roon uit en doet hij het zelf. Dat was misschien niet de beste oplossing. En iedereen daarvoor, Wijnaldum boos op Narsing. En die verdedigt zich. Nou, dat is niet echt vriendelijk tussen Wijnaldum en Narsing. Valt wel te begrijpen, Wijnaldum tikt hem hier naar Narsing. En dan is hij heel makkelijk in vrijheid en doet hij het zelf. Ja, de bewegingen vooraf zijn allemaal logisch. Maar hij schiet eigenlijk zonder goed te kijken. En dat Wijnaldum gebaard dat hij een beter af had kunnen geven, is wel logisch. In het vuur van de strijd gebeuren zulke dingen. Dat was niet de beste oplossing van Narsing. Wel goede bewegingen vooraf. Maar hij had hem af moeten geven. Intussen komt de Heerenveen al 10 minuten niet echt aan voetballen toe. Het wordt opgejaagd door PSV. Dat op alle mogelijke manieren duidelijk maakt dat er hier, althans tot nu toe, voor de tegenstander niks te halen valt. Nou is PSV in wedstrijden wel eens grillig. Dus enig voorbehoud moet je alles wel maken. Maar vooralsnog is het een superstart. Narsing tegen de grond gewerkt door Van Anolt. Dat zijn mooie cijfers. Ik zei het net al, hoe snel kan het gaan? Hij heeft er hard voor moeten werken. En zie waar hij nu staat, Luc de Jong. De jonge Thierry Saint-Just, nog maar 18, staat daar samen met Otigba. Die nog zo boos was dat hij vorige week niet speelde.
weggestuurd is Marzo. Maar ja, een sprintduel aangaan met Willems. Je kunt het doen natuurlijk. Ja, toch geen keus, Marzo, want die paas werd zo gegeven. Zal het al wel op gerekend hebben op een ferme, forse start van de thuisclub. Maar zonder schade dan. Willems zit op de grond. Wordt toegezongen. En Keuze Buurk informeert. En omdat Kees van der Linden al op het veld is, moet hij even uit het veld nu. Dat weet Willems ook wel. En anders wijst Van der Linden hem er nog wel even op. Even wat aanwijzingen. Kan geen kwaad. Even dat rustmomentje pakken. Want Jerry Saint-Just zal niet helemaal weten wat er allemaal op hem afgekomen is de afgelopen 10 minuten. En daar is Wijnaldum alweer. Nu zat de Ronen nog even tussen. Maher. Bye. Daar was Wijnaldum, daar was ook Narsing, maar het gaat naar Van Aanholt. En dan naar Noordveld. Die vervolgens de bal weer inlevert bij Bruma. Het gaat om schoenen, niet om een blessure, maar om schoenen blijkbaar. Met Willems. Ja, ze zien er prachtig uit, maar al te stevig zijn ze er ook weer niet. Met gebroken veter. Slalom Willems voort, wilde ik zeggen. Maar hij wordt tamelijk bruut gestuit door Marzo, die daar ook geel voor krijgt. Overduidelijk te laat. En Willems gaat daar hoog de lucht in. Goed voor geel. En met gevolg. Die wedstrijd dus is hij er niet bij tegen Willem II. En vooralsnog heeft Heerenveen een hele andere zorgen. Hoe komen we een beetje in de wedstrijd? Maher met de vrije trap. Die moet voor Noordveld zijn. Maar ja, die wordt ook gehinderd door de Jong. Twee vuisten. Dan de Pai nog. De Roon. Tern die wat probeert, maar het is Narsing die onderschept samen met Depay. En die raakt dan blijkbaar als laatste de bal. Is het daar niet mee eens. Maar Heerenveen mag verder. Met een goede beweging van Oet. Doet eerst een beetje ruimte. Maar dat duurt maar even. Brunet. Ja, er stonden er twee. Narsing en Brunet kwam daar nog aan. Maar kon de bal niet onder controle krijgen. Nog altijd die veter die los zit. En hij kan kiezen zo. Weer een vrije trap voor PSV. Willems, daarvoor naar die kant toe gelopen om de bal met links te laten indraaien. Hij heeft daar nu ook via signaal toestemming voor. Ik denk dat hij net is aangeraakt door Van den Berg. Dus een hoekschop voor PSV. Dat was wel zo verstandig, want daarachter liep onder andere nog Rekiek. De hoekschop. Is het juist. En dan Slagveer die de bal niet raakt. Depay. Mooie beweging. En een aardige voorzet. Brunet.
En weer goed meegenomen door Nassim, die de bal nu wel voorgeeft. Maar daar was dan geen PSV'er. Larsson. Larsson nog een keer. Het mag verder, maar het duurt niet lang wat de Roon daar deed. Het overzicht bij de Pai. Daar krijgt hij applaus voor. Hier is Guardado. Wijnaldum. Maher. En weer alle ruimte toch voor Nassi. Van Arnold op te grote afstand. Dan krijgt hij de bal nou tegen zich aangegooid. Geschoten. Zo was het. Van den Berg. Veel tijd nodig. Want daar is steeds overal Guardado. Alsof er drie op dat middenveld rondlopen. De mooie actie. Van Arnold op het verkeerde been. En de vrije trap inmiddels al genomen voor de volgende overtreding die Heerenveen wel moet maken. Om een beetje in het spoor te blijven. Schoot van Wijnaldum werd gesmoord door Saint-Just. Van Arnold opgejaagd. Maar daar komt hij aardig uit vooralsnog. Goed, en Larsson. En die levert zomaar in. Ja, er is nog geen ontsnapping mogelijk voor Heerenveen. PSV zit er ongelooflijk fel en kort bovenop. Marcel. Kwetsbare speler nu met al geel op zak. Ja, weer een sprintduel nu tussen Slagveer en Willems. Willems blijft overeind. Guardado. Goeie paas. Depay met ruimte. Saint-Just loopt terug. En dat is een goede beslissing. Want op het juiste moment kan hij de voeten tegenaan zetten. Tern was daar ook bij. Goed gedraaid door Larsson. Slagveer. Ook een goede paas op Van den Berg. Daar Oet. Dat lijkt er voor het eerst een beetje op. Van de kant van Heerenveen. Oet mag nog een keer. Dan krijgt steun van den Berg. En omdat Bruma dan te laat is, is er een vrije trap voor Heerenveen. Bruma in eerste instantie de bal en dan even later is hij net even niet op tijd. En is het misschien de eerste klus voor Zoet? In de 21ste minuut zal dat dan zijn. Larsson achter de bal. Als iedereen staat zoals Geuzebuurk dat wil hebben, dan kan ook daadwerkelijk Larsson wat gaan proberen. Bal is aangeraakt. Dus het levert Heerenveen in ieder geval nog een hoekschop op. Wijnaldum raakte die bal aan. De Pai doet dat ook. De Jong. Allemaal aanvallers daar in het hartje van de defensie om mee te helpen. En een van de wapens van PSV is er om vervolgens snel uit te komen. Nassing voert dat allemaal te ver door. Er was een weg ingeslagen waar het geen mogelijkheid meer had om terug te komen. Maher. PSV heeft weer snel de bal. Nadat Nassing zich daar had verslikt in zijn eigen bedoelingen. Guardado. Schot gesmoord door Marzo. Tern.
doorzien. Goed doorzien door Bruma. Poging van Tern om daar Oet te bereiken. Willems. Depay. De Jong. Wijnaldum doorgelopen. Appel voor Hens. En dat wordt gehonoreerd. Aantrekkelijke positie voor PSV om een vrije trap te nemen. Hij krijgt hem daar wat ongelukkig tegen de arm. En de arm is toch ook nog wel tegen het lichaam aan. Dus tikkie pech heeft Heerenveen hier ook wel. Maar ja, eens gegeven blijft gegeven. Ook bij vrije trappen is dat zo. Dus staan er drie spelers van PSV, waaronder Memphis Depay, maar ook Willems en Maher. Depay, wat een schitterende goal! Hier past slechts bewonderend zwijgen. Preciezer kan het niet. Het enige wat ontbreekt is een hartveroverende glimlach. Maar het is hem vergeven. Ieder viert het op zijn manier. Maar wat een juweel van een doelpunt. En eindelijk het moment voor Willems om van schoenen te wisselen. Ja, met 2-0 voor. Kan dat wel even. De Jong scoort. Komt op 18. En daarmee maar één doelpunt van Depay af. Maar die heeft het verschil weer op 2 gebracht. En hoe? En hoe? De Jong. Maar de bal is over de zijlijn geweest. Vandaar dat Maher daar inhield. Kampioenswedstrijden verlopen soms moeizaam. Overmand door zenuwen, door van alles en nog wat. Maar de eerste 25 minuten hier in Eindhoven tussen PSV en Heerenveen. We zijn zo overduidelijk in het voordeel van de kampioen. Petje af. Tegenstander zo opjagen. Natuurlijk, gesteund door een vroeg doelpunt, maar dat dwing je allemaal zelf af. Zie hoe Bruma daarin ging bij dat duel. En daarmee Nassing min of meer vrij speelde. Dat in de derde minuut. En daarna nog één of twee grote kansen op meer. En dan nu die prachtige vrije trap van Depay. En bevrijd van alles kan het feest alleen maar mooier worden voor PSV, zou je zeggen. Paas van Nassing in de richting van Maher. Was daar zo'n voorbeeld van. Ja, duimpje omhoog. Want dat was een mooie paas. En zo is het ook. Nassing ziet dat Maher gaat. Alleen die neemt de bal niet goed mee. Dus kan Noordveld ingaan. Kan me hier nog een kampioenswedstrijd herinneren. 8-2.
Maar hier is wel Heerenveen terug met Marceau. Dat is 2-1. Ineens is daar Heerenveen terug in de wedstrijd. Om maar aan te geven dat te vroeg juichen niet echt handig is als je het daarbij laat. Ineens is Heerenveen zomaar voor het doel van Zoet. En kan Van den Berg heel makkelijk binnenschuiven. Uit de rug weggelopen bij Willems met nieuwe schoenen. En Maher is daar die aan de rechterkant staat. Willems is de man die daar zou moeten verdedigen. En Van den Berg is ook vrijgelaten. En als iedereen het dan laat afweten, is daar de verwonderde blik en de wat verwijtende blik van Zoet richting Maher. Maher en Willems beide gingen maar half het duel in. En Van den Berg profiteren. Dus die 8-2 doen we maar even als herinnering terug in de ijskast verlopen. Want het is qua stand in ieder geval een wedstrijd weer. En er wordt gezongen, Joey, Joey, geef het bier maar terug. Prima. U kent de verhalen rond de gebrachte kratjes bier bij Van den Berg ongetwijfeld. Willems. En De Jong en Wijnaldum, bal van richting veranderd. Daar was het bijna weer een marge van 2 geweest. Willems en De Jong die het overzicht houdt. Ik denk dat de Roon het is die hier de voet tegenaan krijgt. Waardoor Nordveld uit positie is. Als je iets aan te merken hebt op PSV, dan is het dat soort momenten wat we net zagen. Maher, weggehaald door De Roon. En Brunet komt ermee weg. En Larsson kijkt eens naar de scheidsrechter van was dat geen overtreding? Nee dus, want dit gebaar laat aan duidelijkheid niks te wensen over. Maar heeft hij ook gelijk. Ik denk dat het een overduidelijke overtreding is hoor, van Brunet. Die daar zelf overigens het meeste last van heeft. Het gebeurt, zijn mannen dit seizoen, wel vaker fantastisch beginnen. En dan ineens, uit het niets, kan de tegenstander weer terugkomen in de wedstrijd. PEC Zwolle nog vorige week. Terwijl Van der Linden visio even overlegt met de bank over wat er precies is met Brunet. Geeft dat Lodewegens weer even de kans. Om in dit geval aan Tern wat aanwijzingen te geven. Moet dus even naar de kant, Brunet. En heeft ook nog wat verzorging nodig. Speelt daar, omdat Arias nog altijd geblesseerd is. Dus daar, aan die linkerkant, is PSV niet zo goed bezet. Aan die rechterkant, moet ik zeggen. Larsson. Bal is laatste geraakt door De Jong. En Brunet wil terug. En mag ook. Dik een half uur gespeeld. In een heerlijke wedstrijd. En door die treffer van Van den Berg is het ietsje rustiger geworden in het stadion. Saint-Just. Marceau. Van Arnold. Daarachter is Marceau gevonden. Dat is een mooie paas van Van Arnold. En Rekiek is de man die de bal als laatste raakt. Daar ligt dan toch
in ieder geval zo nu en dan wat ruimte. Dat was bij de 2-1 zo. En hier vond Van Aanholt over grote afstand Martsen. Van den Berg. De Jong haalt weg. Goed gedaan van Slagveer. Die haalt er wederom een hoekschop uit. Omdat dit keer de Guardado de man is die de bal als laatste raakt. Van den Berg maakt zijn excuses, maakt twee schuimbewegingen. Ik denk dat hij de tweede keer een beetje weggleed. En nu doet hij het zelf. Ja, hij stond al een tijdje te schreeuwen van Aanholt dat hij hem graag wilde hebben, maar niet op deze manier, denk ik. Dan ziet het er toch een beetje knullig uit als dat niet lukt. Otiekba staat ernaast. Dus mag Depay. En die stuurt Wijnaldum weg. Voor het doel is Maier. En daar is Maier nog, omdat de bal ook niet door iedereen goed wordt geraakt. Eigenlijk door niemand. Maar uiteindelijk gaat het dan mis bij Depay. Wat een gedoe daar ineens weer achterin bij Heerenveen. Van den Berg. Goed geopend op Larsson. Larsson met Brenet. Zonder Brenet. En kan hem nu voorgeven. En daar is Oet net niet. Net even te scherp voor Oet. Maar wel voor Bruma om weg te halen. Tweede mogelijkheid voor Heerenveen. Goeie actie van Larsson. Een voorzet net te scherp. En Brenet is er maar bij gaan zitten om aan te geven. Dat heeft hij dan blijkbaar gemerkt net bij die actie van Larsson. Waar die toch heel makkelijk opzij werd gezet. Dat het niet meer gaat. Is er bij gaan zitten. Maar dan betekent dat de PSV ook gaat wisselen. Hier het moment waarop Larsson wel heel makkelijk om Brenet heen is. En eigenlijk alles goed doet, behalve dan deze voorzet. En hier door eigen toedoen, maar ja, dat bedoel ik niet in verwijtende zin. Raakte hij geblesseerd in dat duel met Larsson. Tamata komt in zijn plaats. Een sportief van Heerenveen de bal teruggegeven aan Zoet. Guardado. Tern en de Roon, maar samen verspelen ze toch de bal. Depay daarom, Depay. Er zit altijd wel een gedachte achter. En daar liep ook nog bij de tweede paal De Jong. Mooi die bal laten lopen. Weten waar Noordveld staat. En dan probeert hij het op deze manier. Mooi. Dan zal De Jong daar wellicht anders over denken. De Jong. Maher. En Tamata heeft er zin in. Die is zojuist in de ploeg gekomen. Maar Narsing slaat hem over. Nee, dit is Narsing. Ruud Depay staat er nu aan de rechterkant. Hier is Narsing. En Willems
Nassing nu vanaf links dus. En met een beetje mazzel om Marzo heen. En het puntertje. De uithaal van Maher. Aardige actie toch weer van Nassing. Die hier heel rustig blijft op het moment dat Marzo wanhopig probeert die bal nog te controleren. En buitenkantje rechts. Op Maher. Van den Berg in de richting van Oet. En doorgelopen is Slagveer. Slagveer heeft gekeken en weet dat hij zelf moet omdat hij geen steun had. Misschien nog een paar pasjes doorlopen. Maar hij koos ervoor om uit te halen. Maar na dat ongekend felle begin komt er nu zo nu dan toch ook wat ruimte voor Heerenveen. En hier een merkwaardig misverstand. Bruma die de bal over de zijlijn plaatst. Omdat hij dacht dat er een collega op de grond zat. Maar dat was allemaal niet zo. Dus mag Heerenveen nu voor de tweede keer daar ingooien. Goed, de bal terug. Daar is Marzo. En daar is ook Nassing om mee te verdedigen. En dat wordt dus een hoekschop. Ja, het was even een tijdje wat rustiger. Nooit stil natuurlijk, maar wat rustiger. En nu de PSV-fans die begrijpen dat een beetje steun geen kwaad kan in deze fase. Van den Berg. Zoet. Keurig. Ook niet erg lastig gevallen, maar overtuigend gepakt. En gegeven aan Bruma. Maher. Tamata. Weggedraaid. Depay. Doorgelopen is Wijnaldum, maar die kan daar met geen mogelijkheid bij. Goed, timde niet helemaal goed. Saint-Just kruipt voor bij de Jong, maar levert wel in bij Guardado. En weer is Wijnaldum degene die diep is gegaan. Het is gezien door Guardado. Wijnaldum. En Saint-Just met de hoekschop dat de paai daar in de buurt was. En weer een hoekschop. De bal ligt niet waar hij zou moeten liggen, maar vooruit maar. Willems. Daar bij de tweede paal is het 3-1 via De Jong. Hij opent in de eerste helft en vooralsnog sluit hij ook in de eerste helft. Luc de Jong. En weer met het hoofd. En dat is natuurlijk heerlijk in een fase waarin het even wat minder soepel liep. De Jong helemaal vrij. En nog steeds helemaal vrij. En dan komt Van den Berg er wel naartoe. Maar daar heeft De Jong niet echt last van. Het is een mooie voorzet, het is keurig ingekopt, maar het mag allemaal in grote vrijheid gebeuren. Dat is wel heel effectief. En dus komt hij nu op 19 treffers. En is het antwoord weer voor de Paaishuizen.
Van den Berg. Slachter. Lasso, dat kwam er niet uit. Nou, daar hebben we volgens mij bitterballen op gelegen. Maar als het zo doorgaat en daar ziet het naar uit, dan is het over een kleine anderhalf uur echt zover. Dan zal de echte schaal worden uitgereikt. Dan zeg ik het wel met een kleine slag om de arm. Gezien het moment waarop Heerenveen zo van 2-0 ineens weer terug in de wedstrijd kwam. Hij gaat het dan in ieder geval meedoen. Bert van Oostveen zag daar zitten. Naast Toon Gerbrands. Dat is over de zijlijn geweest. Dus mag Heerenveen gooien. Rekkiek. Van Aanholt er intussen. Willems en in alle vrijheid de paai. Marcel loopt terug. Wat een ruimte ook voor Maher. Maher, Nordveld. Ook al zijn mogelijkheden gehad in de eerste helft. Anna Maher. Wel een rare curve aan de bal, maar niet ver genoeg de hoek in. Lassen. Larsson nog altijd. Van den Berg. Larsson. En aan de rechterkant wacht dan een tijdje slagveer. Er wordt een ingooi. Voor Heerenveen. Extra tijd draagt dadelijk 2 minuten. We hebben natuurlijk wel wat op het oud gehad. Rondom Brenet, rondom Willems. Marzo. Van den Berg kijkt om zich heen. Naar wie kan het? Het kan naar Oet. Maar die staat daar wel helemaal aan de zijkant. Maar toch, misschien nog een keer. Larsson. Guardado. Het was Van Aanholt die daar binnen kwam zeilen. En Willems die de bal niet goed raakt. Dus hier Larsson. Lassel met wat aardige bewegingen, maar nu Van den Berg. Van Aanholt. Eerste minuut van de extra tijd zit erop. Tern. Heerenveen heeft wel de bal, maar kan vooralsnog alleen terug. Een werkelijk overdonderende start leverde PSV een 2-0 voorsprong op via De Jong en De Pai. Maar dat was dan een paar minuten later dan toch ineens de aansluitingstreffer via Van den Berg. Dat het linksachter bij Heerenveen bepaalt niet of bij PSV even niet goed zat tussen Maher en Willems.
Marzo de bal kon geven op Van den Berg. Maar orde op zaken voor wat betreft PSV via die voorzet van Willems op de Jong. En de mooiste van allemaal is toch Van der Paai, die vrije trap. Van alles gebeurt. Twee keer de Jong, één keer de Paai. En Van den Berg deed wat terug. Leek het qua stand in ieder geval nog even spannend te maken. Maar PSV heeft een enorme stap gezet in de richting van het 22e kampioenschap. In een geweldige eerste helft. En niet alleen door het spel op het veld, maar ook door die prachtige atmosfeer hier in Eindhoven. Ruststand hier 3-1. Nou, de sfeer is echt geweldig. Ik bedoel, als je hier boven in het stadion zit, ja, Arnold heeft het ook hier vanaf boven mee kunnen maken. Hoe heb jij de eerste helft beleefd? Nou ja, in het stadion blijft het toch altijd mooier. Je ziet het heel duidelijk beeld van bovenaf. We hebben het net over Cuadrado bij die 2-1 bijvoorbeeld. Dat Erik zegt van ja, als je Cuadrado als verdedigend middenvelder hebt staan, dan moet je deze momenten af en toe op de koop toenemen. Want hij is de organisator van PSV. Je ziet van bovenaf, zie je hem alleen maar bezig om zijn middenveld te sturen, om zijn spitsen terug te halen. En dat vind ik mooi om te zien. En de werklust van Luc de Jong. Dus er zijn zoveel momenten, ja, dat je in het stadion kun je dat gewoon heel goed zien van bovenaf. Dan zie je de verhouding in het veld. Ja, en de sfeer, ja, zeker als je er 3 minuten voor staat, is natuurlijk heerlijk. Wat een kampioenswedstrijd toch? Ja, wat PSV betreft, dat kan niet beter. We hebben het inderdaad voor de wedstrijd gehad over slechte wedstrijden. Dit is het ideale scenario, beter kan niet. We waren zelfs even bang na die 2-0. Dit wordt misschien wel uitzitten tot de 90ste minuut. Tot het affluiten, tot het definitieve feit is. Maar het is nog een beetje een wedstrijd geworden. Ja, maar nu in de tweede helft zul je ook merken, je wil nu zo snel mogelijk dat het eindsignaal gaat komen als speler zijn. Dus die kansen zullen ze nog wel krijgen, want Heerenveen geeft de ruimte ook. En dat is ideaal voor PSV. Nog 45 minuten en dan is de feit. Dan is PSV voor de 22e keer kampioen. We gaan terug naar onze commentator Leo Driessen. Iedereen weer terug op het veld. En fijn dat u ook nog steeds meekijkt. Kan PSV, wil PSV. En kan Heerenveen nog wat? Kan en wil PSV er net zo'n mooie voorstelling van maken als de eerste 47 minuten? En kan Heerenveen er nog een wedstrijd van maken? We zullen het weten. Binnen nu en een dikke drie kwartier. Keuzebuurk heeft het zijn veilig gegeven voor wat betreft de tweede helft. Bruma meteen met de paas in de richting van de Jong. Verdedigd door Saint-Just. Voorrust dus één keer gewisseld door PSV met de blessure van Brenet. Tamata kwam in zijn plaats, maar verder nu vooralsnog geen wissels. Sta op voor de kampioen klinkt nu hier. En daar wordt massaal gevolg aan gegeven. Maar we moeten nog even. En als het zo leuk is als in de eerste helft, dan mogen we nog even. Tern. Ook wel wat aardige bewegingen. En raakt Narsing. Maar het spel gaat verder. Met Oet. En daarachter was Slagveer. De bal komt daar niet. Cuadrado. De Paai. Voet dwars gezet door Marzo. Slagveer. Niks aan de hand, zegt Keuzebuurk. Staat daar dichtbij. Cuadrado. Maher. Narsing. Tamata. Dat gaat voorspoedig. En nog altijd heeft Tamata de bal. En de gelegenheid om hem voor te geven. Ook niet goed uitverdedigd. Willems. Dat is wat ruim bemeten. Maar daar is nog wel Nas. En daar komt de Jong. Maar dat was Nordveld. Gegeven aan Larsen.
Guardado. Wint van de Roon. Zoet. Wijnaldum Willems. Mooi gesprongen. Maar de bal was voor Noordstad. Willems opzij gegooid. Door Slagveer. Nee, door Sint-Just was dat. Zag geen andere mogelijkheid om Willems te stuiten. Die dreigde daar weer volle snelheid ervan door te gaan. Vrije trap van Depay. Nu is er wat ruimte, Slagveer, maar hij is wel alleen. En dan altijd Guardado in de buurt. Als een verdedigend vuil werk moet worden opgeknapt. En Slagveer krijgt hem niet bij een medespeler. Via Wijnaldum naar Depay. Over de hele. En mooi opgevangen door Nassi. En goed meegegeven aan Tamata. Wat een vrijheid. De voorzet was niet helemaal goed. Hier weer Nassi. Het mag allemaal door. Dus is Van den Berg uiteindelijk degene die met de bal voorwaarts kwam. Maar dan levert hij hem zo in bij Willems. En Willems zoekt de Jong. En de Jong kan net niet bij de bal. Wat duw- en trekwerk ook. Pijnlijk rechterbeen bij de Jong. En het PSV dat de bal al weer heeft. Even wachten totdat de Jong weer fit genoeg is om mee te doen. Dat is nu zo'n beetje het geval. Hier wordt hij gezocht door Wijnaldum. Maar niet gevonden. Noordveld. Motiekba. Dat was een overtreding van Willems. Vrij trap al genomen. Van den Berg. Term. Lassel. En Van Anholt verliest het duel. Het was aardig gedaan van Narsing, maar uiteindelijk levert hij de bal erin. Oet staat buitenspel. Dus het doet er niet toe wat hij er verder mee doet. Net op tijd het duwtje gegeven door Sint-Just, waardoor de Jong kansloos was. En de paas over de hele van Depay, omdat hij zo mooi is. En ook de aanname mag er zijn. Prachtig. Nassi. Wijnaldum. Doorgelopen is de Jong, maar de paas van Depay is niet op maat. Willems gooide zich ervoor. Ingooien is voor de Heerenveen. Kampioenen, kampioenen. Het feest wordt al uitgebreid gevierd. En Heerenveen is ongetwijfeld van plan daar nog wat aan te doen, maar ja.
Het speelt tegen een zeer vastberaden tegenstander. Dat ondervindt Oet hier nu ook. Maar Larsson, dat is wel een aardige poging. Hartoof. Oet is erbij gaan zitten intussen. Maakt blijkbaar hier geblesseerd. Zullen we nog een keer kijken naar Larsson. Rechtervoet dus. In duel met Tamata. Loopt hij die pijnlijke voet op. Dan moeten ze even naar de kant. Het zou kunnen betekenen dat Veerman komt. Hoewel Oet denk ik nog wel even verder kan. Hij wil graag terug en hij mag ook terug. Martsen. Wijnaldum. In de 55ste minuut al de oplading. Het staan voor de kampioen. En het beeld is vooralsnog niet dat daar door tegenstander Heerenveen wat aan gedaan kan worden. Proberen het wel, maar... PSV is vastberaden. Kende één slippertje in de eerste helft. En ook misschien een kans daarna voor Larsson. Toen Brunette geblesseerd bleek. Maar daarvoor en daarna heerst de thuisploeg. Hier is de ruimte voor Narsing op aangeven van Maher. Narsing, wat doe je? Een paar medespelers weer boos maken, denk ik. Net als in de eerste helft, het is zo verleidelijk. Hij reageert dit keer maar niet. De zenuwen zijn er een beetje uit. Begin van de wedstrijd ook zo'n moment. En dit is een overtreding van Slagveer. Het is te verleidelijk voor Narsing. Geel intussen voor Slagveer en Oet kan niet verder. Veerman komt in zijn plaats. De spelers van Slagveer zijn van SC Heerenveen. Nummer 19, Mark Oet. Vervangen door nummer 20, Henk Veerman. Geblesseerd geraakt dus in het duel met Tamata. Hier het moment waarop Slagveer niet eens zozeer voor deze overtreding, maar hierom... geel krijgt. Wegtrappen van de bal. Dat is niet handig. Bruma. De bal is voor Nordveld. Veerman, Amaan, Tern. Larsson heeft gewezen, maar hij krijgt de bal niet. Tern zelf, maar dan is de ruimte daar weer weg.
Marcel. Van Arnold. De Roon terug. Otikba. Dat is een just Otikba. Veerman levert in bij Tamata. Depay. Maar daar is Saint-Just. Verdedigt niet goed uit, De Jong. En Depay. Hoekschop voor PSV. Altijd dreiging. De hoekschop van Willems. Daar is Guardado. Had wat moois in gedachten, De Jong. Maar gefloten door Geuzebuur. Beoordeeld als gevaarlijk spel, dat valt wel te begrijpen. Met het hoofd daar in de buurt van Otikba. Die hier probeert door te gaan, maar Narsing stuit hem. Maher. Rekking. De Jong, snel gegeven. En Wijnaldum die corrigeert. Dat doet PSV toch erg goed. Eigenlijk nauwelijks een gelegenheid voor Heerenveen als het de bal heeft om daar in de richting van Zoet wat te bedenken. Dikke uur gespeeld in Eindhoven. Nog een half uur en PSV is kampioen. Er staan er 11 in het veld die daar nog wat aan kunnen doen. Die doen wel hun best, ongetwijfeld, maar zijn tot nu toe kansloos. De Pai, mooie beweging. Niet alles lukt, maar je ziet als Heerenveen even de bal heeft, dan blijft het ook maar bij even. Willems. Loopt zich vast op slagveer. Otikba gaat er dadelijk uit en die wordt vervangen door de jonge Janio Bikel. De Roon. Maar zijn voorzet wordt al direct aangeraakt. Waardoor er voor Veerman helemaal niks te halen valt in dit moment. Wijnaldum. De Jong. Keurig gegeven. Maar hè. Met de buitenkantje rechts. Wijnaldum kan er net niet bij. Van Anholt ruimt op. Voordeel, zegt Geuzebuurk. Maar ja, dat is maar betrekkelijk met een speler op de grond. Dat is Van den Berg die blijkbaar een tik kreeg.
moment waarop Heerenveen kan gaan wisselen. Nou, het is een behoorlijk elleboogje wat daar binnenkomt van Guardado. Daar ging hij in zijn ijver toch wel degelijk even een tikje te ver. Letterlijk. Miguel, dat is een jongeman uit Guinea-Bissau. Het is een middenvelder. Het lijkt erop alsof de Roon dan daar een linie naar achter is gaan spelen. Krijgt hier de bal van Nordveld. De Roon. Veerman. Sint-Just. Larsson. Narsing. Verspeelt de bal van Anholt, maar dan krijgt de gelegenheid zich te herstellen. Guardado, Maher. Guardado die nog even een tik nakreeg. En dan is het buitenspel voor de paai. Maar zegt Keuzebuur, we gaan door. Bikel. Guardado staat inmiddels weer. Van den Berg. Larsson. Loopt zich simpel vast. Nars. Ja, die kwam er ook niet helemaal meer uit. Maar heeft dan het geluk tussen aanhalingstekens dat Van den Berg wat laat binnenkomt. Vrijtrap is al genomen inmiddels. Tamata. Guardado. De bal gelopen door Veerman, maar dat laat Guardado niet zomaar gebeuren. De Roon zat er dan tussen. Overtreding van Guardado. Tamata niet, dus Larsson. Kan hij dan daar wat mee? Van den Berg, doorgegeven aan Larsson. Die zou kunnen uithalen en dat doet hij. Een goede redding van Zoet. Slagveer. Hij heeft nog een herkansing. Willems voorkomt dat. Het wordt wel een hoekschop. Daar was in de 66e minuut het eerste moment van Heerenveen naar rust. Goed gedaan van den Berg. Goed geschoten. Goed gered. Larsson, Zoet. En dan Slagveer die niet tot een schot komt. Omdat Willems daar tussen ligt. Willems die nu op de grond zit. Last heeft van kramp. Wederom moet de verzorging het veld inkomen. Goed gedaan van den Berg, Larsson. En dan moet Willems hier zich strekken. En dat levert dan blijkbaar kramp op. Dan schiet het er blijkbaar in. En dat is toch redelijk vroeg in de wedstrijd. Dus Hendricks van de bank gestuurd. Jorrit Hendricks. Het maakt uiteraard de PSV-fans allemaal niks uit bij deze stand. Wat er wel en wat er niet gebeurt. Even een man minder voor PSV. En Willems moet naar de zijkant van Geuzebuur. En Terren raakt de bal helemaal verkeerd.
En Zoet zag deze misschien wat laat van Slagveer. Maar reageert prima. Twee belangrijke ingrepen van de doelman van PSV, die zo nu en dan wel eens kritiek kreeg dit seizoen. Toch een betrouwbare doelman is. Belangrijk zojuist die redding op dat schot van Lasson. Ja. Het zijn momenten die het toe doen. 3-1 of 3-2, dat is in een kampioenswedstrijd het verschil tussen met een brede glimlach lekker door. Ballen of toch weer wat nerveus worden. Slordig, Bruma. Lasson. Lasson met dezelfde Bruma. Veerman doorgelopen. Veerman. Ah, dorst het niet in één keer. Het kwam niet uit. Houdt die bal wel binnen, maar daar heeft alleen maar PSV wat aan. Mooi om te zien hoe Cocu nu op de rand van zijn vakje staat. Dat hij er ook al ziet dat de concentratie een beetje te wensen overlaat de laatste minuten. En daar is die voorsprong nou ook weer niet veilig genoeg voor. Om alles maar een beetje op zijn beloop te laten. Doorgelopen is Maier. Daarachter is De Jong. Daar verder achter nog Depay. Het is Martzo die de bal als laatste raakt. Dus is het een hoekschop voor PSV. En Depay die nog even aangeeft aan de supporters dat er nog wel een schepje bovenop mag. De hoekschop van Depay. Noordveld met De Jong daar in de buurt. De Jong ligt wel in het doel. Die staat inmiddels ook weer uit. Slordig van Willems. Bikel. Tern. Van den Berg. Aardig weggedraaid. Lasson, Bikel. Van Arnold. Het heeft misschien wel zin om die bal, wilde ik zeggen, hoog voor te geven. Maar niet als daar Veerman net van vandaan komt. Dat is van de spanning. Het is al laat. En de aanwijzingen van Cocu. Even wat puntjes op de i.
fans in het stadion vieren al uitgebreid het feest. Dat doen ze eigenlijk al vanaf de derde minuut toen De Jong voor 1-0 zorgde. En nog meer naar de prachtige 2-0 van Depay. Even wat minder toen het 2-1 werd. Maar Luc De Jong 3-1, slag van rust. En al is het allemaal wat slordiger. En wat minder geconcentreerd dan voor rust. En probeert Cocu daar nog wel wat aan te veranderen. Die voorsprong die komt vooralsnog niet in gevaar. Dat moment dan van Lassona. Kan Heerenveen, ondanks dat het wat meer ruimte krijgt, daar toch niet zoveel aan doen. Bruma. Cuadrado. Er is wat ruimte voor Marzo. Ook voor Bikel. Van den Berg. Van Aanholt. Sint-Just. Van den Berg. Dat ziet er allemaal aardig uit. Maar daar blijft het ook bij. Kwartier nog. En dan kan er hier verder feest gevierd worden. Zoals de meesten al doen hier op de tribunes. Tamata. Ah, ja. Het zag er aardig uit, het hakje van Maher naar De Jong. Die geeft hem door aan Guardado. En dan stond daar wel Wijnaldum. Hij werd verdedigd door De Roon. Van den Berg heeft wat ruimte. En die paas een beetje achter Slagveer. En zijn vaart eruit. En paas van Slagveer slaat ook nergens op. Nee. Van Heerenveen heeft PSV niet zoveel meer te duchten. Bikel. De Veerman buiten spel. Nou, dat is op zich nog wel aardig gedaan, zeg. Jorrit Hendricks gaat zijn opwachting maken en hij komt erin voor Maher. Hendricks die veel wedstrijden heeft gespeeld. Belangrijk is geweest voor PSV dit seizoen. En nog wel eens van plaats wisselde met de man die hij nu vervangt. Adem Maier. Nooit fijn natuurlijk om in een kampioenswedstrijd te worden gewisseld, maar
maar hij doet dat goed. Begrijpt ook wel dat Hendricks meer dan zijn deel heeft gehad in dit seizoen. Hij maakt geen misbaar en zo hoort het. Tamata. Wat een ruimte voor de Depay. En dus wil ik zeggen, kan Wijnaldum zo binnenkoppen. Maar dat laat hij dan na. Uit het niets creëert PSV weer een mooie kans. Tamata, Depay en Wijnaldum. Hoe mooi wil je hem hebben? Die had er wel ingemogen. Dat vind ik ook u ook gezien zijn reactie. En weer heeft Willem last, zo lijkt het. Duwen van de Roon. Depay als laatste. Marcel Brands keek daar nog gespannen toe. Fans vieren feest. We zingen zich van het ene hoogtepunt naar het andere hoogtepunt. En wilde ik zeggen, kunnen nu misschien echt weer een feestje vieren. Maar Narsing staat buitenspel. Hendricks. Willems. Depay. Guardado. Wijnaldum, Depay en De Jong. Daar bood Depay De Jong de gelegenheid. Om op gelijke hoogte te komen. Wat betreft aantal doelpunten. En daar zorgt hij bijna zelf voor de verdubbeling van de voorsprong. Maar Nordveld weet dat te voorkomen. Weer even wat mooie voetbalmomenten van de kant van PSV. Om de sfeer voor zover nodig nog mooier te maken. Geen buitenspel. En dan tikt De Jong de bal tegen Nordveld aan. Wat een mooie bewegingen. Van de Depay eerst oog voor De Jong. En nu gaat hij zijn eigen kans. Nordveld wint twee keer. Willems met de hoekschop. En weer Nordveld, die in een grote haast de bal naar voren wil spelen. Maar ja, er is van Heerenveenzijde nog helemaal niemand. Nu wel. En dan is het mooi gespeeld. Slagveer. Nog niet te veel van gezien. Bikel. Bikel.
Dat is goed meegegeven aan Marso. Die heeft gekeken. Daar is nog Larsson, maar zoet. Younes Namli komt er dadelijk nog in. 20-jarige Deense middenvelder bij Heerenveen. En hij gaat Simon Terne vervangen. Mikkel. Leek Hendricks kwijt te zijn, maar er was ook nog Wijnaldum. En die krijgt een vrije trap mee. En er is ook nog een gele kaart voor de rook. Hierom. Te fel protesteren. Namli dus voor Terne. Daarmee is Heerenveen ook uitgewisseld. Uitgevoetbald is het al een tijdje. Eigenlijk al nadat de Jong voorrust de stand op 3-1 had gebracht. Er was nog een momentje met Larsson, maar PSV heeft ook zijn kansen gehad. In de tweede helft, in die hele andere tweede helft natuurlijk, die veel meer gericht is op uitspelen. En niemand die daar geen begrip voor heeft. Rekiek nog. Een strakke hoekschop van Depay. Verzoek van de omroeper om niet het veld op te komen. Gericht aan de supporters die er zo lang op hebben moeten wachten. De vraag is of ze die beheersing kunnen opbrengen zo direct. Dat zou het feestje wel extra mooi maken als dat ook op het veld overzichtelijk voor iedereen gevierd kan worden. Is nog binnen gebleven, dus mag Larsson nog. Hij loopt zich vast op Hendricks. Dat is een goede ingreep van Namli. Bikel. Namli. En de ruimte voor Slagveer. En ook voor Van den Berg. En dus weer voor Slagveer. En die schiet wat slapjes in. Waardoor Zoet nog kan ingrijpen. Dat was toch een goede kans hoor voor Heerenveen. Maar Slagveer maakt zijn reputatie van na de winterstop niet waar. De Jong aan de andere kant.
4-1. Zo doe je dat dus. En hij sluit Narsing in de arm. Aan de ene kant laat Heerenveen het na om via slagveer op 3-2 te komen. En dan is het heel snel aan de andere kant raak. Dat is een van de wapens van PSV dit seizoen. Heel snel toeslaan aan de andere kant. Want hier heeft Heerenveen toch echt een goede mogelijkheid. Slagveer ziet zijn schot gekeerd door Zoet, zijn slappe schot. En dan is PSV al aan de andere kant. De Jong. Narsing, dank u. 4-1. En dan heeft Narsing ook zijn treffer. Dat zijn er niet zoveel geweest dit seizoen voor hem. Zijn vijfde. Ook het moment waarop Narsing eruit gehaald wordt en vervangen wordt door een man die ook veel minuten had dit seizoen. Jurgen Locadia, Bert van Oostveen, komt. Want de schaal gaat overhandigd worden. Daar is alle twijfel voor weg. Het had nog even spannend kunnen worden als Slagveer wat beter had geschoten. Maar uit de tegenstoot was PSV razendsnel aan de andere kant. Veerman. Dat was ook nog wel een aardige peeg. En wederom Zoet. Die goed redden. 2 minuten komt erbij. Twee minuten en dan kan het feest in gang gezet worden. Ongekend aantal overwinningen behaald dit seizoen. En wat extra mooi is ook nog door te winnen hier van Heerenveen. Heeft PSV in dit seizoen alle ploegen minimaal 1 keer verslagen. Een kampioen waardig. Meer dan waardig. Guardado. De Pai. Larsson, terwijl de allerlaatste minuut loopt waarin Ajax zich nog kampioen mag noemen. En binnen een halve minuut officieel ontroond. Wat er al heel lang in zat, is nu ook officieel. Het is nog geen tijd, al willen de fans dat wel geloven, maar er moet nog even een paar seconden worden gespeeld. Nou, zegt Keuzebuur, daar stoppen we dan ook mee. De 22e landstitel is binnen. Dik en dik verdiend. Maar één team, maar één club kon daar dit seizoen aanspraak op maken. En de vraag was, zeker na de 2 gewonnen wedstrijden na de winterstop, niet of PSV kampioen zou worden, maar wanneer? En eindelijk kan iedereen het feest echt gaan vieren. En is het mooi dat vooralsnog de fans, en dan laten we er maar vanuit gaan dat dat zo blijft, ook binnen de lijnen blijven. Op de tribunes. En PSV-spelers die dat begrijpen.
die daar het feestje gaan vieren met het meest fanatieke gedeelte. De omhelzingen voor Hesp en voor Cocu. In de wedstrijd, die, laten we dat niet vergeten, in de eerste helft ook nog eens het predicaat geweldig opgespeld mocht krijgen. De tweede helft was uiteraard alles anders. Zoals ik al zei, gericht op consolideren. Met 3-1 doe je dat. Heerenveen niet bij macht om die wedstrijd nog te draaien. Al was er nog wel een kansje voor Larsson. En dan was er nog een kans voor Slagveer. Het was Narsing die uiteindelijk op aangeven van de Jong. Aan alle, bij onzekerheid was het niet, maar laten we maar zeggen, er een mooie punt aan draaide. Dat was een mooi slot. Een geweldige serie wedstrijden die PSV heeft gespeeld. 23 overwinningen. En dus nu inderdaad met deze winst op Heerenveen ook wel een ploeg een keer. Minimaal één keer verslagen. En voor het eerst sinds het seizoen 2004-2005 staat de uiteindelijke kampioen. En in dat jaar was het PSV ook. Dan staan ze het hele seizoen op minimaal de gedeelde eerste plaats. Als we het doelsaldo en doelpunt ervoor buiten beschouwing laten. Maar dat is ook een geweldige prestatie. De wisselspelers van vanavond met Hiljemark, met Pasveer. Ook zij uiteraard vieren het feest. Het podium wordt in hoog tempo neergezet. Marcel Brands. Uiteraard hij ook ongelooflijk tevreden. Alom geprezen voor met name de meesterzet die hij toch wel op zijn naam mag schrijven met het binnenhalen van Guardado. Dat was misschien net dat beetje extra wat PSV nodig had als je de ploeg vergelijkt met vorig seizoen. Maar en er was natuurlijk meer, want dezelfde spelers van de vorige jaargang hadden nu allemaal één plan. Hebben dat via de paaien en Wijnaldum ook hardop uitgesproken. Wij gaan maar voor één zaak. Wijnaldum en Depay zeggen wij blijven nog, maar we blijven maar om één reden. En dat is landskampioen worden. En na 6 seizoenen zonder kampioenschap is dat dan weer gelukt. En op wat voor wijze. Misschien vandaag even één momentje geweest waarop je dacht, nou, ik werd even een beetje stiller in het stadion toen Van den Berg voor 2-1 zorgde, maar dat duurde niet zo lang. Deze eeuw is er slechts één ploeg vroeger in dit jaar kampioen. En dat was ook PSV in het seizoen 2005-2006. En dat was op 9 april met Philip Cocu als aanvoerder, die is nu de trainer. Twan van Peperstraat staat bij de aanvoerder van PSV. Is dit kippenvel? Ja, toch wel. Het is de eerste keer voor ons allemaal. En ja, ja, ik weet niet hoe ik dat moet beschrijven. Nou, dit hadden jullie afgesproken toch, met Depay? Ja, we hadden samen nog een keer een kans wagen op die titel. Ik vecht al 9 seizoenen voor die titel. 9 seizoenen niet gelukt, of 8 seizoenen. Mijn 9e seizoen lukt het eindelijk. En Memphis die wil ook graag winnen en ja, we hadden allebei graag winnen. We hebben besloten om te blijven en het is uiteindelijk gelukt. Maar ik denk dat het verdienst is van iedereen bij PSV. Viel er een last in jullie schouders na zo snel 1-0 en zelfs 2-0? Nee, niet. We hadden eigenlijk helemaal geen last van zenuwen. Als ik kijk naar onze voorbereiding, waren we eigenlijk veel losser dan normaal. En dan ga je wel denken, jongens, misschien is het iets te los. Maar ja, het heeft goed gewerkt. Wat een verschil met vorig seizoen, hè? Ik bedoel dat het nu allemaal zo loopt. Met die jongen en Guardado, 2 spelers erbij en alles lijkt te kloppen. Ja, precies. Vorig seizoen was het natuurlijk
eerste seizoen Eredivisie voor alle jonge gasten die erbij kwamen. Voor Memphis bijvoorbeeld was het de eerste seizoen volledig in de Eredivisie. En ja, dat gaat dan met ups en downs, maar ja, we hebben het gered. Wat was het moment, Gini, waar jullie zeker wisten dat het kan niet meer fout gaan? Feyenoord thuis of al eerder? Nee, nou, we hebben er eigenlijk nooit aan gedacht. Wij waren alleen maar bezig om onze achtervolgers om de punten te volgen tegen hun. En ja, we waren niet bezig met het kampioenschap, dat komt nu wel goed. We waren eigenlijk alleen maar bezig met de voorsprong uit te breiden. En nu de platte kaart. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Ja, nou goed, eigenlijk, zal er nog iets van twijfel zijn ingeslagen naar die 2-1 bij PSV? Ik denk intern echt wel eventjes. Daar ontkom je ook niet aan. Omdat dat ook daarbij hoort. Ik ga toch heel even een seconde toch weer twijfelen. Maar ik vind wel mooi hoe hij dat ook uitstraalt. En ik geloof wel dat hij daar een bepaalde kracht in is geweest. Ook in de kleedkamer bijna. Ja, we zagen dat even beelden op met Marcel Brands. Het is inderdaad van Leo Driessen, zij een meesterzet geweest om Guardado hier naartoe te halen. Ja, en soms heb je ook mazzel nodig, je hebt contacten nodig. En dat zijn van die kleine dingen in de voetballerij die ongrijpbaar zijn. En die vallen dan op de plek. Dan is Guardado degene met zijn ervaring, met zijn interlands en met heel veel kwaliteit, want dat moet je niet vergeten. En in samenwerking met Luc de Jong, dat zijn dan degene die zo'n elftal meenemen en het verschil gaan maken. En over interlands gesproken, hoe belangrijk is nou voor Depay en voor Wijnaldum het afgelopen WK geweest? Nou ja, heel belangrijk. Ik bedoel, ze zijn derde gewoon op het WK. Wijnaldum als basisspeler. Depay heeft eigenlijk toch ook laten zien dit seizoen. Kijk, we hebben het over alle andere belangrijke spelers. Kijk, Depay is degene die PSV het meeste geld gaat opleveren. Want zo simpel werkt het uiteindelijk ook. En qua volwassenheid bedoel ik dan ook? Ja, maar de PSV was dit seizoen de beste ploeg. Meeste goals, minste goals tegen. Ja, de ontlading is hier groot, hè? Wat een ambiance, hè? Ja. Is toch geweldig, dit? Nou, er zijn weinig momenten dat ik nog speler wil zijn, maar vandaag eigenlijk wel. Ja. Nou zijn die spelers even naar binnen. Ja, wat doen ze nu? Feestvieren. Maar wordt er een zinnig woord gezegd? Ze moeten toch hier zijn? Nee, natuurlijk niet. Maar het gaat toch zo meteen weer gebeuren, neem ik al. Jawel, het podium is al gebouwd. Ze zeggen even een droog shirt aan. Ik denk een soort van kampioenshirt, dat zal het zijn. Het mooie is dat ook momenten dat je heel even in de kleedkamer bent met z'n allen, is de ontlading groot. Omdat je elkaar allemaal even ziet, iedereen die daar omheen loopt. Dat zijn zulke belangrijke momenten, ook voor een speler, maar ook voor iedereen die daar omheen hangt. Die al jaren daarmee bezig zijn. Nou ja, dat moet je ook echt even samen vieren. En er zal, we hadden het even over Marcel Brands, ter ook van zijn schouders een last zijn gevallen. Ik bedoel, hij zal toch die druk hebben gevoeld. Als je zo'n team kunt samenstellen, dan moet daar toch een keer een prijs uitkomen. Zeker. En ik denk nu ook dat hij ook weet, want zijn belangrijkste staat is eigenlijk alweer begonnen. Is vervangers zoeken voor Memphis en eventueel voor Wijnaldum. Die waarschijnlijk weer zullen vertrekken, dus hij zal ook. Met de Champions League volgend seizoen zou hij weer goede spelers moeten halen die het verschil kunnen maken. En dat is niet makkelijk. Kijk, en dan staat hij, Skieten Willy. Willy van der Kuilen samen met Bert van Oostveen. Die zometeen de schaal zal overhandigen aan Van der Kuilen. En die zal hem weer overhandigen aan de aanvoerder van PSV, Jorginho Wijnaldum. Leo, wat zie jij allemaal rond je heen? Nou, ik ben hier op een vriendelijke wijze begooid met allerlei nepkampioenschalen. En die heb ik meegenomen. Tenminste, die zit in de tas. Maar de echte schaal, de dik verdiende schaal, die gaat dadelijk natuurlijk worden uitgereikt door Willy van der Kuilen. Er was natuurlijk geen twijfel over mogelijk wie die eer te beurt zou vallen. Om nog even aan te geven hoe overtuigend kampioen PSV wordt. Na 31 wedstrijden 79 punten. Ajax werd afgelopen 4 seizoenen landskampioen met maximaal 76 punten. 73, 76, 76 en 71 punten. En er zijn hierna nog 3 wedstrijden waarin PSV dus dat aantal nog met maximaal 9 kan vergroot. Overleg tussen Oostveen en Van der Kuilen, die hebben dat allemaal zojuist goed doorgesproken. Spelers van PSV en de staf zijn inderdaad even naar binnen gegaan om eventjes kort met elkaar te spreken. Alles is verlopen volgens het draaiboek tot nu toe.
keurig gedrag van de fans die binnen de hekken zijn gebleven. En nu in de kleedkamers worden inderdaad wat tenuutjes gewisseld. Normaal gesproken zien we hem altijd bij de bekerloting. Maar dit kan hij ook. Tenminste, dat dient nog te worden afgewacht. De medailles om de nekken van de kampioenen doen. Bijna iedereen is zover. 6 seizoenen zonder kampioenschap. Periode 78-85 was er ook zo'n droogteperiode voor de Eindhovenaren. En zo is het maar net. Eerste kampioenschap van een heel lang geleden. In de amateurperiode 1928-1929. Dat was de eerste keer. Nu dus de 22e landstitel. En ik zei net 23 overwinningen, maar PSV heeft inmiddels 26 overwinningen behaald. Eerder weer eerder toekomt. En dan kunnen ze hun seizoenrecord van 27 winstpartijen nog gaan overtreffen. 84 keer gescoord inmiddels in 31 wedstrijden. En ook mooi op die lijst staat dat zij samen met Feyenoord 12 keer de nul wisten te houden. Vandaag lukte dat niet, maar niemand die daar om zal malen. 4-1 winnen, de kampioenswedstrijd. Dat is een keurige uitslag. Dat is een prachtige uitslag. In een wedstrijd die zeker ook in de eerste helft meer dan de moeite waard was. Met prachtige treffers. En na rust soepeltjes en solide uitgespeeld en bekroond. Tot slot nog met die fraaie treffer van Nassib. En de mooiste was toch wel van hem. Van Depay. Die uitzinnig van vreugde zijn moment beleefd waarop het allemaal zeker was. En zeker is. PSV is de dik en dik verdiende kampioen van het seizoen 2014-2015. En ook voor het eerst sinds lange tijd, seizoen 2008-2009, kan de landskampioen ook de topschutter van de Eredivisie leveren. Dat moet allemaal nog wel worden afgewacht natuurlijk, want er is nog een aantal wedstrijden te spelen, maar toch. In dat seizoen was het El Amdoui met AZ. Nu strijden vooralsnog de Depay en de Jong om die titel. Dat is een mooi duel in een duel, de Jong op 19. En de Depay inmiddels op 20 treffers. Het lijkt erop alsof iedereen dan nu toch wel zo'n beetje klaar is.26 overwinningen dus tot nu toe. Daar zijn ze. De kampioenen. Nou, dat is het eerste wat minder vriendelijke geluid vanavond. Beste PSV supporters, graag een applaus voor onze
En groot gejuich bij het noemen van de naam Willy van der Kuilen. Mister PSV. Hij zal daar in gezelschap van Bert van Oosten de schaal gaan overhandigen. Rugnummer 22, uiteraard. De 22e titel. In 1928-29 dus voor het eerst. In 2007-2008 voor het laatst. En nu 2014-2015. Oh. Hij heeft hem inmiddels maar in de handen gepakt, Willy van der Kuilen. Hij had dat moment wellicht ook al meegekregen. Hier en daar al een kleine neut genomen. Guardado met de Mexicaanse vlag. Ik noemde hem voordat ze naar binnen gingen als meesterzet van Marcel Brands. Mogen daarbij natuurlijk ook niet vergeten het aantrekken van Luc de Jong. Wat een geweldige investering dat is geweest voor PSV, is ook wel duidelijk geworden. En de vastberadenheid van de complete selectie, inclusief staf. Dat ene doel vanaf dag 1. Kampioen worden. Alle spelers die op hun wijze min of meer hebben bijgedragen, noodgedwongen. Ook Stijn Schaars krijgt medailleomgang. Al zal hij het ongetwijfeld niet zien als zijn kampioenschap geplaagd door blessures. Wel helemaal fit, maar nog geen speelminuten gekregen. En ook dat valt te begrijpen. Want er is natuurlijk weinig reden om te wisselen als het elftal draait. En als de hele selectie, spelers die daar al het hele seizoen dicht tegenaan zit, dat op hun manier ook doen. En hoe vervelend en hoe pittig dat ook is, Schaars is ervaren genoeg om dat te begrijpen. Ze kreeg zojuist dus ook de medaille omgangen. En hij bekritiseerd vorig seizoen en nu de trainer alom bejubeld met zijn assistent. En terecht, want dat hij een topsporter is, heeft hij bewezen als speler, maar nu ook als trainer. Vorig seizoen niet alleen sportief, maar ook op persoonlijk vlak door moeilijke tijden gegaan. En kijk eens hoe die terug is gekomen. Chapeau. Als we heel officieel zijn, dan won PSV dit seizoen al eerder een cup, de Mas Palomas Cup. Dat was op het wintertrainerskamp Gran Canaria. Maar overbodig om te zeggen dat hij toch een tikje in het niet valt bij wat hier nu vanavond definitief bewerkstelligd is. Hij sprak het uit.
samen met Depay. We blijven. Hij zei het kort na het wereldkampioenschap. En hij was zojuist al even zeer emotioneel aan het woord. Giorgino Wijnaldum. Zo lang al spelend, want hoe jong is hij? Maar al 9 seizoenen in de Eredivisie. En dan nu. Eindelijk de hoofdprijs. En daarmee heeft iedereen de medaille om de nek gekregen. En rest nog slechts het meest officiële moment van de avond. Het overhandigen door Mr. PSV Willy van der Kuijlen. Goed voor 308 treffers in zijn carrière. Hij overhandigt de schaal. PSV viert het feest nu officieel. Dik en dik verdiend. Landskampioen seizoen 2014-2015. Als speler werd Philippe Cocu kampioen met PSV in 1997, in 2005, 2006, 2007. En nu als trainer. De foto's kunnen geschoten. En de ereronde zal ongetwijfeld nog gemaakt worden. Zoals hij zojuist ook al kort na het afluiten door Geuze Buurk officieus werd gedaan, kan het nu allemaal helemaal zoals het hoort met de schaal in de hand. Is het laatste jaar van Memphis Depay al vanaf het seizoen 2006-2007 bij PSV begon bij de D1. En uit die lichting doelman Bertrams daar nog bij en Menno Koch. Wijnaldum won met PSV de KNVB-beker 2012 en de Johan Cruijffschaal in datzelfde jaar. Maar dit is natuurlijk alles. Voor Luc de Jong een aparte belevenis. Teruggekomen van moeizame seizoenen bij Borussia Mönchengladbach en een half seizoen bij Newcastle. Nog landskampioen geweest met Twente in 2010 en daarna 4 keer de eer moeten laten aan zijn broer Siem. En nu weer een De Jong kampioen, maar nu is het dus Luc. En nou is het nog de bedoeling om een rondje te maken. Memphis Depay staat beneden. Breng je blijdschappen zonder woorden. Sorry? Breng je blijdschappen zonder woorden. Ja. Geen woorden. Die goal en vooral het juichen daarna, daar zat toch een beetje alles in, of niet? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij de verdiende kampioen zijn. Moet je kijken, iedereen is betrokken al heel het seizoen. Van trainers tot spelers tot materiaalmannen. Alles.
iedereen is betrokken en dat is belangrijk geweest aan dit jaar. En ja, wij zijn gewoon een verdiende kampioen. En wat betekent het voor jou persoonlijk? Ja, voor mij is het natuurlijk heerlijk. Ik ben speciaal gebleven om kampioen te worden, dat heb ik uitgesproken. En nu op dit moment zijn we kampioen. Dat is geen woorden. Champions League spelen hier in Eindhoven is ook heel leuk, hè? Zeker weten, zeker weten. Champions League is natuurlijk iets waarvan iedereen droomt. Hij wil feestvieren. Hij kan niet wachten. Ik wil feestvieren. Oké, joh, ga lekker feestvieren. Ik spreek je later, jongens. Ja! Memphis Depay was dat. Ja, nou ja, we zijn het al een beetje gekscheren, maar dat doelpunt zat ook heel veel in. Het geschreeuw na afloop. Ja, ik zou even denken of we nog iemand voor de camera kunnen trekken. Nee, maar dat doelpunt was geweldig. Maar ook als je daarna kijkt naar het seizoen van Depay. Dit zie je zelden bij hem, hè? Dat hij zo opgelucht is, zo blij, zo uitgesproken, ja. Nou ja, dat zegt alles altijd. Het is geen rondje in een hoog tempo, maar wie neemt het ze kwalijk? Memphis Depay die geen woorden had en toch woorden. Dat zijn de mooiste. Hij kan trouwens de jongste topscorer van de Eredivisie worden sinds Ronaldo in 1995. De felicitaties ook voor Cocu van Dwight Lodewegers. Lodewegers die de laatste keer dat PSV kampioen werd voor hier vanavond assistent was van Seffen Goos. En langs de kant heeft moeten zien dat het er niet in zat voor de Heerenveen om het feestje te bederven. De mannen die het aangaven. Wijnaldum en Depay. Nog even apart gefotografeerd. Jeroen Zoet. Die de schaal liet vallen, maar verder de rest alles had vanavond. Maar die treffer niks kon doen. Ja, normaal klinken deze klanken zomers. Als Guus Meeuwis hier daadwerkelijk optreedt, maar hij schalt hier door de luidsprekers. Het dondert en het bliksemt. En zo is het. Niet voor iedereen dus bij PSV is het de eerste keer dat een feestje gevierd kan worden. Maar je moet de kampioenen toch veelal zoeken bij technische staf en bij leidinggevenden die dat bijvoorbeeld in een andere tak van sport bereikt hebben. Toon Gerbrands. Won de Europa Cup, Nederlands volleybal. En Cocu was dus als speler ook al een aantal keren kampioen. Nu voor het eerst als trainer benieuwd naar zijn reactie, Pascal. Philip, van harte gefeliciteerd. Ja. Ja, dat is natuurlijk niet zo raar, want dit is geweldig. Ja, om vandaag de titel binnen te halen in eigen huis, vol stadion. En als ik die spelers zie feestvieren, dat hebben ze dik verdiend. Ja, daar kan ik heel erg van genieten. Komt dan alles los, ook bij jouzelf? Nou ja, alles los. Waar je het hele jaar voor gewerkt hebt, dat wordt eigenlijk in iets tastbaars omgezet. En de titel waar iedereen heel lang naar gehunkerd heeft, die PSV lief is. Alleen voor ons als elftal, als team is van dag één of dat het doel geweest. En natuurlijk dan is er een enorme ontlading bij iedereen, bij de hele staf. Die heeft ook keihard gewerkt om dit te bewerkstelligen en de spelers sturing te geven, te ondersteunen. En die jongens die hebben het geweldig ingevuld dit jaar. Dus ik denk dik verdiend kampioenschap. Ja, want ik zag je in de catacombe met Memphis Depay. Daar sprak echt uit van, yes, we hebben het geflikt. Ja, je ziet aan de reacties al van de spelers. En we hebben een innige band met elkaar. En het team is naar elkaar gegroeid. Maar ik denk dat ook geldt voor de trainers en de staf en de spelers. We zijn echt één blok geweest. Met één duidelijk doel. En dat hebben we bereikt. En dan moet er ook tijd zijn om te genieten.
En feesten vieren, want dit zijn wel de momenten waar je het voor doet als speler. Hè. Hopelijk voor de jongens maken ze nog veel hoogtepunten mee en prijzen. Maar ja, je weet het niet, dus als je hem binnen hebt, dan moet je er met volle teugen van genieten en het lekker over je heen laten komen. Je wilde heel lang dat woord kampioenschap niet nemen, maar wanneer had je voor jezelf toch het gevoel, kun je nu wel zeggen, ja, dit gaan we niet meer weggeven? Ja, maar dat wordt iedere keer verkeerd geïnterpreteerd, want het woord kampioenschap is vanaf dag 1 genoemd. We wilden spelen om de coach, we wilden kampioen worden. Alleen als jij Maar waar had je het gevoel, het gaat ook gebeuren? Ik moet zeggen, al vrij snel het seizoen vond ik wel dat we, ja, dat we echt kans op de titel gingen maken. Dan weet je nog niet hoe het seizoen zich ontwikkelt verder en hoe het team groeit. Maar die mogelijkheden, die waren er zeker. En ik denk dat de fase na de winterstop, waar we een paar lastige uitwedstrijden hadden en waar ik toch een paar punten liet liggen, dat was denk ik het moment om het gat te slaan. Dat hebben we goed gedaan. Dat was de inleiding om de titel. Ja. En feest vieren? Rustig, ik laat het feest vieren lekker aan de spelers over. En we gaan zo met z'n allen genieten. We maken nog een leuke avond van straks in het stadion op de vierde etage. Met wat familie en vrienden. En morgen dan gaan we een maalfeest van maken. Ja, dat gaat nog wel een paar dagen door, toch? Ja, feest vieren kunnen ze wel in Eindhoven. Dus dat komt goed. Veel plezier, geniet ervan. Ja. Het rondje nog niet helemaal afgemaakt, maar ze zijn op 3/4. En nu aanbeland daar bij het gedeelte waar de meest fanatieke aanhang zit en nu staat. En toch ook pogingen doet om het veld op te komen. En ook bijna niet meer zijn tegen te houden. En laten we hopen dat ze toch het geduld op kunnen brengen om de discipline op kunnen brengen om dat in ieder geval toch te doen. Het is een cliché, maar het zal ongetwijfeld waar zijn. En morgen gaat het allemaal nog verder. Morgenmiddag ook bij ons allemaal te zien hoe de huldiging op de platte kar en in Eindhoven stad verder gevierd zal worden. Maar ook hier zal het nog lang een vrolijke boel blijven. PSV kampioen in het seizoen 28-29, 1928-29 voor de eerste keer. En nu in het seizoen 2014-2015 voor de 22e keer landskampioen. Op een overweldigende wijze. Zeer overtuigend. En toch wat fans die zo links en rechts het veld opkomen. Maar niet op een dusdanige wijze dat PSV spelers daar hinder van hebben. Al zijn de rest van de fans daar toch weer niet blij mee. Dat is wel goed. Fans die elkaar corrigeren. Want 99% van de supporters hebben de discipline en de waardering en het respect om buiten het veld te blijven. En degene die dat niet hebben, worden nu teruggefloten letterlijk door de eigen aanhang. En dat is mooi om te zien. En het helpt ook nog. Want ze gaan terug. En ook de omroeper geeft dat aan dat toch wel op prijs gesteld wordt. Het is goed om te zien dat het maar een enkeling is die discipline niet heeft. En dat ze door de rest letterlijk worden teruggefloten. Ja, Erik Gerrits is er niet, die kreeg ze ook wel weer binnen de hekken. Maar mooi om te zien dat de fans van PSV bijna allemaal de discipline en het geduld en het respect hebben om het feestje vanaf hun kant te vieren. Morgen dus vanaf 4:15 live te zien vanaf Fox Sports 3 en vanaf Fox Sports 1 vanaf 6:30. Dan kunt u getuige zijn van hoe het vanaf de platte kar
op het podium nog eens dunnetjes of heel dikjes wordt overgedaan. Het was een mooie avond hier in Eindhoven. Het is nog steeds een hele mooie avond hier in Eindhoven. Ingezet met prachtige drie kwartier voetbal. En die tweede helft met het doelpunt van Narsing erbij. Nou, die komt er ook nog wel mee door. Maar 4-1 winnen in de kampioenswedstrijd. Daarmee geeft PSV nog eens extra aan dat de ploeg volwassen is geworden. Niks geen zenuwen in de wedstrijd waar het erop aankwam. Maar vanaf minuut 1 de tegenstander overhoop gevoetbald. Zeker in de eerste helft. De tegenstander geen moment de indruk gegeven dat er wat te halen viel vanavond. Hier vanavond moest en zou het gebeuren. En gebeurde het ook. Ook Jeroen Zoet. Zeer grote rol gespeeld dit seizoen. Vanavond ook weer met een aantal momenten in de wedstrijd waarop het nog even spannend had kunnen worden met belangrijke reddingen. Kortom, al met al, terwijl Willems en Wijnaldum zichzelf hier. Gaan wij weer naar beneden. Gaan we Twan van Peperstraat het woord geven aan de man die ervoor zorgt dat de kampioen binnen. Ja, daar staat hij, de blije Luc de Jong. Last van je schouders gevallen? Van me? Van je schouders gevallen. Wat is dat? Schouders gevallen. Heb je alweer champagne gehad? Oh ja, nee, ja, ja. Ja, ja, ja. Of je blij bent of opgelucht. Ik ken ik niet, maar ja, ik ben opgelucht, zeker. Dus, we hebben zo hard voor geknokt als team zijn. En de hele seizoen bovenaan gestaan, is gewoon dik verdiend. Waar is je medaille? Ja, die is eraf gevallen. Nee, die heb ik aan Eddie gegeven. Aan de massageman van ons, top. Hey, maar hoe zou je nou in een paar woorden dit kampioenschap beschrijven? Een paar woorden. Ja, we hebben gewoon. Ja, een paar woorden is moeilijk. We hebben gewoon het hele seizoen als team, als collectief heel goed gespeeld, denk ik. En natuurlijk ook mindere wedstrijden tussen gezeten, maar die hebben we ook gewoon gewonnen. En dat hebben we gewoon zelf afgedwongen. Ik denk, gelukkig dat soms ook mee, maar ja, we zijn gewoon verdiend terecht kampioen, denk ik. Als je na een paar minuten alweer voor staat in zo'n wedstrijd. Ja, dat is heerlijk natuurlijk. Dat is ook lekker dat je zelf ook dan die goal mag maken. Luc, Jetro Willems en jij samen, is dat chemie? Is dat training? Wat is dat? Ja, dat is chemie, denk ik. Jetro heeft zo'n geweldige trap en die weet hem zo lekker neer te leggen. Eigenlijk, je ziet je vaak wachten, tweede paal zoeken. Ja, maar ik probeer hem daarna ook op te zoeken, die bal. En hij weet altijd die bal op een goede plek neer te leggen waar het gevaarlijk is. En ik weet ook die plek uit te zoeken en dan is het denk ik ook chemie. En naar die 2-1, nog iets van twijfel of... Nee, toch geen twijfel meer naar die 2-1 even? Je ziet het stadion wordt ook een beetje stiller dan. Wij zelf in het team hadden totaal geen twijfel. Kijk, het was gewoon een momentje van onoplettendheid bij ons achterin. Gelukkig maak ik daarna nog de 3-1. Dan is denk ik helemaal voorbij. Hey, weet je waar je voor moet oppassen? Achterhoekers, die kunnen feest vieren. Even nog één dingetje. Eén goaltje verschilt trouwens nog met Depay, hè? Dus dat komt nog wel de komende drie wedstrijden. Maar als je nou vergelijkt met vorig seizoen, met Borussia, met Newcastle en dan dit. Hoe groot kan het verschil zijn? Ja, heel groot natuurlijk. Maar je speelt ook om andere belangen, denk ik, bij Gladbach en bij Newcastle natuurlijk. Daar speel je niet om de titel. En maar hiervoor ben je toch gekomen, Luc? Ja, zeker. Je wil prijzen pakken als voetballer en iets tastbaars. En ja, als je zo kampioen mag worden, dat is geweldig ook. Natuurlijk voor die 2 jaar dat ik heb gehaald, dat was moeilijk, maar het is heerlijk dat ik nu zo kampioen kan worden. En even nog één ding. We hadden dus Luc de Jong, we hadden daarna 4 keer Siem de Jong en nu weer Luc de Jong. Wel een leuke reeks hè, in die familie. Ja, dat is heerlijk. 6 keer achter elkaar al nu. En wie weet volgend jaar 7 keer, laten we het daar maar opbouwen. Goed. En scoren we sinds de wedstrijd, heel goed. Dankjewel, we gaan gelijk door. Ja, dit was volgens mij voor jou ook wel een lekkere wedstrijd dit, hè? Ja, lekkere wedstrijd. Ik heb wel veel kans gehad. Dus konden we vandaag zeker wel 2 of 3 maken, daar baal ik wel van. Maar ja, we hebben gewonnen. Ja, ik bedoel, als je zo het kampioenschap mag besluiten, hoe was het om deze wedstrijd te spelen? Heerlijk. We waren er al zeker een week mee bezig. En alles eromheen, ook fans die supporten van kom op, de laatste wedstrijd, die moeten we winnen en dan zijn we kampioen. Dus het besef was er om gewoon vol te gaan knallen. Dus Jano, wie is de gangmaker bij jullie nu in het elftal? Isimar. Isimar? Ja, Isimar. Die is... In welke taal?
Frans-Engels. Mooi. Frans-Engels. Ik maakte net met Luc de Jong even de vergelijking met vorig seizoen. Dat moet ik eigenlijk met jou natuurlijk ook doen. Ik bedoel, als je dit vergelijkt met vorig seizoen, zoveel ellende. Dit is toch ook een, er moet een last van je schouders zijn gevallen, toch? Ja, zeker. Vorig seizoen was het niet goed. En dit seizoen hadden we een duidelijke doel om gewoon eerste te worden. En daar begonnen we vanaf dag 1 mee. En het heeft goed uitgepakt. En alles leek te kloppen, hè? Met de Jong, met Guardado, met jou op de rechterflank, met Depay die loskwam. Ja, het was allemaal 1 plus 1. Ja, zeker. We hebben naar onze kwaliteiten gespeeld. Af en toe hoorde je wel dat ze zeiden van het wel counterploegjes zijn. Maar je moet gewoon spelen naar je kwaliteit en voorin hebben we gewoon veel kwaliteit en veel snelheid. Is Guardado echt zo belangrijk in de kleedkamer ook, wat je veel hoort? Het is een rustig jongen met veel ervaring. Heeft hij dat over kunnen brengen op jullie? Ja, zeker. In de kleedkamer heeft hij ook vaak het woord gewoon. En dan spreekt hij wel Spaans en dan vertaalt trainer en dan weet je toch dat het toch aankomt. En hij is zeker een belangrijke factor in onze groep. En nog één dingetje. Hoe groot is nou de hand van Cocu hierin geweest? Heel groot. Hij traint ons natuurlijk elke dag en tactisch is hij gewoon zo ver. En veel hem te danken natuurlijk. Goed, ja, volgens Roel werd het natuurlijk wel eens getwijfeld. Toen dachten we allemaal wel, we gaan het heen met PSV. Maar ja, zo straat leek er nu voorsprong geweldig. Goed gedaan, dankjewel. Dankjewel. Ja, Arnold, daar staan we dan. Allemaal spelers die, kijk eens hier, kijk eens over kampioenen gesproken. Guardado die hier even voorbij loopt. Hij is klein, hè? Ja, het is een klein mannetje, maar goed, zo bepaald geweest. Zo voetbalt hij niet trouwens. En ik vind het wel mooi om te horen dat inderdaad hij wat zegt in de kleedkamer. Het wordt even vertaald. En de spelers, ja, die weten wat hij bedoelt. Dat is de voetbaltaal toch gewoon. Ja, maar ja, dat zijn dan. Het is zo belangrijk dat je, als je, dus je moet bepalend zijn op het veld. En dan wordt zo'n rol dus in de kleedkamer ook automatisch geaccepteerd. En dat is uiteindelijk wat bij spelers altijd om draait. Je moet eerst presteren en dat hebben spelers snel genoeg in de gaten of iemand echt een aanwinst is. Nou ja, dat is gebleken dat het zo is. Arnold, wat is nou je conclusie na dit kampioenschap? Na deze 3-1 overwinning vanavond, maar die eigenlijk alleen maar als toetje geldt. 4-1 overwinning zelfs. Ik denk dat ik ken het, zei het in de rust, het was een wedstrijd eigenlijk zoals we PSV het hele seizoen hebben gezien. Met Willems en met de Jong, met een bepalende Guardado, met Wijnaldum. Ja. Dat is een mooi beeld, hè? Trouwens. Ja, hier hoort even gepaste stilte bij. Maar jij was bezig, Arnold, het verhaal van dit seizoen. Ja, nou ja, dat hebben we vandaag eigenlijk de wedstrijd ook gezien. Dus ik vind het wel mooi. Aan de pijken kun je bijvoorbeeld zien, die jongen die je zelden ziet lachen. Die net naast ons stond, waarvan je ziet wat voor eigenlijk last er ook van zijn schouders afgevallen is. Nou ja. Dus uiteindelijk waar het uiteindelijk als sportman om draait, prijzen winnen. PSV is na 7 jaar weer de beste van Nederland. De 22e landstitel is een feit. Wij gaan... Kijk, dat willen we nog even meenemen. We willen het even afronden. Maar dat is hem, ja. Jan van Hals zei dat hij heel zwaar was, maar volgens mij valt het mee, hè? Ja, het valt best mee, ja. Hij is mooi, licht, dus goed vasthouden. Wat is hij jou waard? Ja, natuurlijk heel veel. Lang op gewacht. Vorig jaar een bewogen jaar. En nu is het eindelijk binnen, dus iedereen is er heel blij mee. De trots straalt overal van het team af. Het is echt een ongelofelijke teamprestatie. Ja, zeker weten. Natuurlijk, vooral na vorig jaar was het een moeilijk jaar. En nu is het ons gelukt. Dus iedereen had zeker trots en er keihard voor gewerkt. Het was toch moeilijk om je echt volledig op te laden voor deze wedstrijd? Want er zat natuurlijk wel wat spanning op. En dat bleek afgelopen week al op de training. Ja, spanning niet zo heel zeer. Alleen natuurlijk, als je hier thuis wint, dan word je thuiskampioen. Anders misschien uit. Dus gezonde spanning had er wel op. Maar niet te veel, eerlijk gezegd. Je moet hem nooit meer loslaten. Nee, zeker weten. Die gaat mee naar huis. Maak een mooi feestje van morgen. Dank je wel, Jeffrey. Goed, Jeffrey Brumer was dan nog even op de valreep. We gaan nog even naar de kleedkamer binnen, want daar zien we nog Jetro Willems volgens mij. Pascal. Wat zei je nou? Is het niet te drinken? Ik drink nooit, maar iedereen drinkt, dus waarom ik niet? Ja, zeker nu toch? Ja, daarom. We zijn kampioen. Dus ja. Jongens. Drinkt het al door? Mira, mi amigo. ¿Qué pasa, amigo? Champion, papi. Champion, papi. Champion. Yeah. Champion. Yeah. Very good, bro. Was it easy? No, easy, but very good. No, papi? Mijn eerste biertje, trouwens.
Niet je laatste, vrees ik. Van vandaag niet. Ik hoop het niet. Maar jullie hadden wel vandaag vanaf het begin af aan zoiets van, nu gaat het gebeuren? Ja, dat hadden we in de week al. Ik denk dat we er goed naar hebben uitgekeken. En we hebben sinds nu niet één controle gehad. Dan krijg je een doelpunt tegen, maar ja, dan maak je het. Vervolgens ja, maak je er nog twee. Ja, wat maakt mij uit? Ik ben kampioen. Feest vieren. Dat is wel een beetje loskomen hier, vind ik. Ja, maar iedereen is nog buiten. Zorgen zijn nog buiten en nog de biertjes, snap je? Okay, nou, drink de biertje nog even op, komt er vast goed. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Twan, met mij her. Ja, vanuit het buurtje van Willems gaan wij even naar Adam Maher. Die Willems kan toch helemaal niet drinken, joh? Nee, volgens mij ook niet. En volgens mij is hij ook geen drinker. Jij wel? Nee, ook niet. Drink ook nooit. Oké. Want morgen wordt wel een geweldig feest, hè? We gaan het zeker met de supporters helemaal vieren. En ik hoop dat het een hele leuke dag wordt. Hoe kijk jij terug op dit seizoen? Ik denk dat ik een belangrijk aandeel heb in dit seizoen. Vorig jaar was het niet een seizoen hoe ik wilde dat het liep. En dit seizoen is het beter gaan. En als je kijkt naar de statistieken, gaat het steeds beter. Wat heb je eraan veranderd, Adam? Waar je echt denkt van, nou, dat moet ik beter gaan doen om een belangrijke rol in het elftal te krijgen? Nou ja, als je ziet, zijn we in een andere positie gaan kijken. Naar de middenvelders speel je niet meer met op nummer 10. Dat is bij AZ zo. Vorig jaar was ik daar te veel mee bezig. En dit seizoen heb ik het eraf gezet en wilde ik me alleen maar richten op het plek waar ik moest spelen. En ik heb laten zien dan, denk ik, dat ik een goede aandeel heb in het team. Die beker toen met AZ, die kwam redelijk onverwacht. Dit was al een beetje een soort aanloop. Ja, je mag het niet vergelijken. Nee, klopt. Dit is toch iets fantastisch. De beker is ook altijd, als je prijs pakt, is altijd fantastisch. Maar landskampioen doe je het heel het jaar voor. En de beker, ja, dat zijn toch maar een paar wedstrijden. En ik denk dat dit heel belangrijk is. Maher in de Champions League, hè? Droom je alles op? Zeker weten. Het is uiteindelijk een doel voor elke speler om daar te spelen. En tegen mooie clubs te spelen. Maak een mooi feestje van morgen. Dankjewel, Adam. Dank je wel. Geniet ervan. Dus. Goed, ja. Van de ene kampioen gaan we naar de andere kampioen. In ieder geval, ja, we gaan hier vanuit Eindhoven even een puntje zetten. Jan Joost. Kom. Ja, goed spinnen, goed spinnen.
Selfie? Zoet, kan ik maar I love you, man! A friend! Ja, ze zitten hier gewoon in alle rust een beetje te genieten volgens mij, of niet? Ja, zeker. Na zo'n lange tijd, iedereen snakt ernaar, supporters, ik bedoel spelers, staf, iedereen. Dat is mooi als het gebeurt. Ja. Ja, je zit hier al even een tijdje met elkaar te praten. Waar gaat het dan nu over? Wat over gaat? Over het volgende kampioenschap. Yes! Dit is nou voorbij, hè? Het smaakt lekker. Ja, het smaakt heel lekker. Ja. Maar is het al een beetje doorgedrongen? Ja. Nou ja. Niet echt, nee. Ik heb die iedereen zo'n beetje te kijken van nou ja, en nu? Je vecht de hele tijd doen ervoor en dan als het uiteindelijk is, ja, dan moet je, denk je wel dat het een paar dagen overgaan voordat je het beseft, joh. Wat zeg je? Misschien morgenmiddag met de kapotte kar pas, dan pas echt een beetje doordringt. Die is nog, is nog fresh, maar het voelt wel heel goed, moet ik zeggen. Fresh. Ja, zo heet het ook, fresh. Ja, fresh. Het voelt goed. Het heeft een paar weken geduurd. Iedereen zei, nou, het gaat wel komen. Was dat lastig om dan dat toch vast te houden, dat gevoel? Ja, je weet dat het komt, maar het moet wel gebeuren. Het is niet zo dat je niet hoeft te spelen. En als het moment dan daar is, ja, en wat je ziet na het fluit zijn, iedereen ging los. Ja, dan barst het feest los. Er is natuurlijk veel gezegd over PSV, over jullie twee ook met name. Heb je dan nu met z'n tweeën ook zoiets van, hebben we mooi gedaan? Ja, zeker weten. Natuurlijk, als je PSV speelt, krijg je natuurlijk, als het minder gaat, kritiek te verduren. Zijn maar gewend en dat hoort er ook bij. Je moet jezelf natuurlijk elke keer willen verbeteren en lat hoog leggen. We hebben gedaan dit jaar met resultaten de titel. En daar mogen we toch best trots op zijn. Op naar het volgende kampioenschap. Ja, daar praten we nu al over. Geniet ervan. Dankjewel. Je bent nog droog, maar nu niet meer, toch? Nee, nou zijn we nat allebei. Je weet van wie het krijgt, hè? Ja, nu weet je dat je kampioen bent. Ja, zeker. Heerlijk. Smaakt goed. Dus heerlijk dit, man. Tweede jaar PSV kampioen. Overtuigend. Laatste drie wedstrijden gewonnen. Iets geweldigs met z'n allen. Als je ziet nou ook wat een mooi team we hebben. Het is alleen maar genieten, man. Dan werk je er zo lang naartoe inderdaad. Kun je dan het gevoel omschrijven als die scheidsrechter voor het laatst fluiten en dat het dan los wordt? Ik weet niet, misschien kun je het terugzien, maar ik dacht dat hij al floot. Ik deed alleen handschoen uit en daarna floot hij echt. Dit is alleen maar genieten, alles meemaken en besef komt later pas. Ik denk dat het nu gewoon genieten is van alles wat je ziet en meemaakt. En dat je later pas echt beseft dat je kampioen bent. Wanneer was bij jou dit seizoen het gevoel, ja, wij gaan het echt doen? Twente uit. Na de Interlandweek, toen we van Feyenoord verloren hadden. Twente uit, overtuigende overwinning. Toen dacht ik, ja, dit kan niet meer. Het kan niet meer stuk. Was dat ook de verbeterheid die dan toch in de ploeg zit? Ja, maar er nog één, hoor. Ik denk dat dit jaar dat we dat vaak hebben getonkt. Veerkracht, ook als we achterkwamen. Gewoon super. Kenmerkt dat ook deze ploeg? Ja, ik denk onder alle omstandigheden dat we vertrouwen in onszelf hebben gehouden. En aan het begin van het seizoen perikelen dat jongens weg zouden gaan. Uiteindelijk heeft PSV ervoor gezorgd dat we een geweldig team hebben. En dat is vandaag gebleken doordat we kampioen zijn geworden.
Het begon wat rustig, maar nu gaat het los, geloof ik. Ja, ik denk dat het aan het liedje ligt. Ja! Ja! Nou, fijne avond nog. Nou, veel plezier nog. Geniet ervan. Dankjewel, man.